Goedemorgen, welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik moet zeggen, ik ben zeer tevreden van mijn kleine vriend daar. Zeer tevreden, want mijn petekindje heeft dus geslapen vanaf 10 uur, denk ik dat was, tot 6 uur. Dus ik heb niet te klagen en ook niet te zagen, want het is al nog vroeg. Sowieso natuurlijk is het vroeg, want ja, dat is logisch. Wel trots dat hij tot 6 uur heeft geslapen, want ja, zijn aanzien altijd kan niet slapen op hotel. Maar heeft het toch maar gedaan. Eigenlijk, zo zie je me niet. Zie je het zien? En zo wel. Dus ik moet echt een nachtlampje aansteken, omdat de gordijnen dan ook dicht zijn. Maar eigenlijk ben ik wel heel blij eigenlijk, dus... ik heb zelf ook niet echt goed ik heb zelf niet echt 100% geslapen, maar dat ik niet aan het hotel. Maar het is wel goed dat het zo goed gelopen is eigenlijk. Ik ben zeer trots en heel blij. Dus ik heb nog heel veel plaats. Er kon nog eigenlijk iemand gewoon bij komen liggen eigenlijk. Ik moet een beetje zien dat het natuurlijk niet in beeld komt, want ja, ik lig natuurlijk wel in mijn blote. Dus daar moet wel rekening mee houden natuurlijk. 6 is het ontbijt. Ik zie hoeveel we kan eten, want ja, ik ben natuurlijk geen ontbijter. Maar we zien het wel. Maar het is nog altijd heel goed stil eigenlijk. Maar ja, hij heeft ook geduld en tijd nodig om te slapen. En ik vind dat hij het heel goed gedaan heeft. Hij is niet eens wakker geworden vannacht. Hij is gewoon zo rustig geweest als iets. Dus, een mens kan vier zeer op. En zo. Dan moet je het zeker een duim omhoog al. Dus dat is zeker zeer goed eigenlijk. En daar ben ik ook heel fier op. Dat hij dat zo heeft gedaan eigenlijk. Dus ik wil niet aan blij zijn. En trots op hem. Dat hij zo flink is geweest eigenlijk om te slapen. Ik zelf ook natuurlijk. Wat het heel makkelijk om hotel te slapen. Ook in de eerste plaats omdat het ook zo donker was. En ik ben niet iemand die eigenlijk in het donkere... Zo slaapt. Ik heb wel de airco op een gegeven moment uitgezet, omdat het gewoon niet meer te doen was van het lawaai. En het was echt niet te doen. Maar voor de rest heb ik echt wel goed geslapen. Alleen heb ik kijken of één vraag misschien weer te kijken zat. Of misschien ook niet. Dit bed, hey, want het is een kamer voor mensen met een rolstoel. Maar ik had even laten zien. Dat is echt wel hoog. Dus ik weet dus niet hoe dat die mensen hier eigenlijk op geraken als die echt zo... Ja, in een rolstoel zitten eigenlijk. Dat weet ik nu niet natuurlijk, maar als iemand dat weet. Want dat is echt wel heel hoog dat bed, hè. Dus ja. Misschien zijn mensen die dat weten. Hoe dat komt, hoe dat erop geraken. Maar goed, ik ga nu mij klaarmaken. En dan zien we elkaar straks beneden. Goed, de dingen. Dus Enzo is nu heel gewoon wakker. Ik heb juist een pafles gemaakt, 210 en 7 schepjes van dit. Dat is een fles die ik heb gedaan, ja, maakt niet uit welk merk, moet alleen van baby's zijn. En dit is ons uitzicht eigenlijk, waar we op kijken. Heel de tijd, dus ik ga hem nu geven. Ik heb wat geschud. Goed, en dan gaan we eens kijken wat hij wilt eten. Nou ja, dan zien we elkaar zo misschien wel terug. Dit is het ontbijt. Mooi, we moesten dat allemaal doen aan de balie om dat te vragen. Dus dit is het geworden, de koffie, een mooi koekje en zo'n dingen, banaan, ook kregen. Het is allemaal banaan, ook nog allemaal lekkere dingen, hè. In de melk en zo, dat gaat smaken, hè. Ik ben aan het eten, ik heb ook andere choco gevraagd. Nee, omdat die niet mocht eten. Nog wel, als je die mondje stekt, je moet dat niet eruit willen doen. Nu sta mee. Maar het valt ook wel mee, het is nog niet zo heel druk, dus leuk eigenlijk. En wat heb jij genomen? Dus wat op zijn bord ligt, kijk, is gewoon. Lekker gegeten? Ja. Was lekker? Helemaal geweldig. Choco-kakbeel. Ik neem mij doen, ik ben dood. Hier heb je iemand die voor ons ook doet, hè? Die het al weg, hè? Voilà. En heeft u smaakt? Ja. Goed geslapen? Ja. Perfect, hè? Je moet dat niet zijn. En zo.
Je bent aan het spieren hier met de banaan. Echt een aap, hè. Echte apen zitten dan hier. We zitten er op de kamer, dus mijn masker mag af. Het ontbijt was heel lekker. Ik miste wel een aantal dingen, want ik denk dat dat wel anders een buffet zal zijn. Maar nu is het echt wel... Ja, je moest echt zo vragen van... Kijk, zo echt, er zijn zo sandwiches en zo van die dingen. Je moest echt zo vragen wat je moest hebben. En ik ben wel geen grote eter en dan is dat heel moeilijk natuurlijk. Daar zijn ze. Trouwens, je klopt op de deur. Om mijn batterij. Dat is goed. Ja. Nummer 15. Ja. Ja. Dat mag toch? Ja, als je niks nog betemmen, de rest doen. Ja, is opgeladen, want het was gisteren groen, dus dan zal dat opgeladen zijn, zeker? Oh, vanuit toch? Wanneer dat nieuwe plus? Ik kan wel wat dingen in geven, dat is niet mooi. En goed geslapen vannacht? Ja. Dan is het perfect. Ja, ik kreeg hem niet echt los, dus ik heb hem maar laten liggen waar hij lag, want ik kon hem ook niet laten breken of zo. Dus ik heb toch goed gedaan. Dat allemaal zo dragen, die niet dat gaat lukken. Ik ga het eens proberen natuurlijk. De muilezel van de dag. Ja, daar is kom ik zo bij toe. Ja, dat had ik al door, want dat zou niet gelukt. Dat lukt niet om dat nu te pakken. Hè. Allee. De deur openmaken. Dat gaat nog net. Ik ben niet bal terecht te doen pakken. Maar zo wordt dat de oven van ons. Anders niet. Nou, moet je zak nog, hè. Dat staat ook nog. Heb je een broek gevonden? Ja, wat dat broek. Zo, ik ben weer thuis. Wat ik dus eigenlijk net ook al wilde uitleggen, dus het ontbijt was wel zeer lekker, maar het was wel beperkt, het ontbijt eigenlijk. En dus was ik net ook eigenlijk aan het uitleggen, dus en toen kwam de kind natuurlijk binnen. Dus je krijgt dan allemaal vragen, wat moet je hebben, choco, confituur, banaan, dit, dat allemaal. En dat is echt heel ik vond dat wel, ondanks de corona. En dan moet je zo aan kiezen en zo, en dan wordt het op je bord gelegd. Natuurlijk, je gaat ook niet meer eten of minder eten daardoor, dat niet. Maar je moet eigenlijk al voor bepalen of je 2 croissants wilt of 2 andere dingen eigenlijk. Maar er was geen boter. Dat vond ik wel spijtig, want ik had graag toch wel wat boter gezien. Want ja, ik eet graag boter, maar dat was er niet. Maar voor de rest was het allemaal wel goed. De service was heel goed. Ik ben ook tevreden dat we daar gaan logeren zijn. Eigenlijk, het is een heel goed hotel. Als ik punten zou moeten geven, geef ik een 9. Sowieso een 9. Het is echt super goed hotel. Dus als je ooit in de buurt bent van Sint-Niklaas, dan weet je waar je kunt logeren. Dus ja, dat wel. Maar het was wel zeer goed eigenlijk en ik heb er geen klachten over het hotel zelf, dus totaal niet. Heel vriendelijke mensen trouwens ook wel, het klaar van babbel, we zijn gisteravond, heb je kunnen zien, ooit gaan drinken. Toen ik even alleen zat, die mini kwam meteen met mij praten, ook die, dat is leuk om zo contact te krijgen met andere mensen en dat vond ik wel leuk eigenlijk. Dus ja. Dat is wel super. En ze hebben er ook eigenlijk alles in die automaten. Dus je zegt, ik ben niet vergeten, bijvoorbeeld oplader, oortjes, bijvoorbeeld tampons, die hadden ze daar ook. Dus ja, dat is wel gemakkelijk eigenlijk. Dus daar ben ik al heel blij om. En ook dat het allemaal kan. Met de konijnen gaat het ook allemaal goed. Dus dat is voornamelijk de poes. Die zijn op boven aan het slapen zijn waarschijnlijk. Dus ik wil ook eens bedankt zeggen aan de buurvrouw, want... Dankzij haar is het ook wel een beetje mogelijk kunnen gemaakt worden, omdat zij toch wel contact met elkaar hebben nu. Ik heb het aan de buurt al langer contact, maar ze heeft dus dat is wel leuk eigenlijk. Dus konijntjes zijn nu aan het rondwandelen hier in huis. Dus ik ben wel heel blij. Ik ben echt trots. En ook vooral, ik ben heel trots omdat Enzo eigenlijk op hotel heeft doorgeslapen. En dat heeft hij nog nooit gedaan, dus daar ben ik ook heel trots op eigenlijk. Dat ik dat toch voor elkaar heb gekregen, dat hij toch geslapen heeft eigenlijk. Ik zelf heb niet echt heel goed geslapen. Waarom niet? Ja, allemaal, ik ben gewoon aan de straatkant liggen en zo. Het was ook pikken donker. En ik ben eigenlijk iemand die een beetje licht nodig heeft om te kunnen slapen. Maar het was wel leuk eigenlijk om op het hotel te gaan.
En nou, dan kunnen we volgend jaar misschien met z'n allen op vakantie gaan, hè. Sowieso. Dus, ja, veel valt er vandaag dus niet meer te vloggen. Er valt ook niets te doen. Want in Sinterklaas, waarschijnlijk ook in Antwerpen. En voor Antwerpen is het Moederkesdag. En ik viel het altijd een beetje in mei, maar 15 is het Moederdag. En ja, er zijn geen winkels open. Er zijn ook geen shopping open. Of winkelstraten. Dus valt er ook niet echt heel veel te doen eigenlijk om dingen te doen. Eigenlijk had ik gisteravond nog graag een wandeling gemaakt. In de avondstad, maar dat heb ik niet gedaan. Ja, waarom, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat ook niemand het aangaf om dat nog te doen. En dan doe je dat zelf ook niet. Maar het is wel leuk eigenlijk. Dus ja, ik moest een beetje een ochtendroutine opnemen. Dus dat heb ik ook wel een stukje gedaan. Ik heb ook ontbijt gezien. Natasha had ook wel een beetje hetzelfde genomen als ik. Alleen had zij nog extra cornflakes en ik ken het niet. Maar het was allemaal heel leuk eigenlijk. Het was heel leuk ook om met die bende op vakantie te gaan. Dus ik ben echt heel blij. Dus nogmaals ook bedankt aan de Kenny. Want Kenny heeft eigenlijk het hotel en zo allemaal betaald. Dus ik heb juist zijn drinken betaald. En dat heb ik, dat is het enige wat ik heb gedaan. Dus dankzij Enzo, dankzij Kenny zijn we daar eigenlijk op hotel geweest. Het is niet gesponsord, maar hij is er gewoon op hotel geweest. Dus ik ben wel super blij. Dankjewel daarvoor. En vond je dit een leuke video van de vakanties? Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we er weer. Tot ziens!